Ik word hier zo ontzettend boos om. Yo kijkers, van Marcel zijn. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van FIFA 10 Coach. Jawel, vorige aflevering hebben wij een wedstrijdje gespeeld. Ik weet niet meer tegen wie. Boeit me ook helemaal niks. Want er staat vandaag een nieuwe wedstrijd op het programma. Namelijk Ajax tegen Twente. En laten we maar... Ik ga even kijken in mijn teammanagement. Jemig. De bas stond een beetje ver open. Sorry. even kijken. Team, even snel koekeloeren wat er allemaal gebeurt. Ja, nou, volgens mij is het wel goed zo. Ik vind een goede opstelling. Ja, wie heeft die aan elkaar gezet? Oh, sorry. Ja, die was echt heel flauw. Laten we even gaan kijken bij kantoor. Want we moeten ook nog onze stadionmanager upgraden. Dus het bestuur verwacht ook wat. Personeel upgrade. Stadionmanager die moet naar level 8. Minimaal. De prijs van de upgrade kost 25 miljoen. Oké, laat maar. Laten we eerst maar even lekker gaan spelen. Even zorgen dat we die 25 miljoen binnenkrijgen. Dus volgende wedstrijd. We gaan gewoon spelen. Trouwens, ik ben van plan wanneer ik geld heb om een gamepad te kopen. Weet je wel, zo'n controller zoals je bij de Xbox hebt. Alleen dan voor de computer. Dus dan gaat het waarschijnlijk allemaal net iets soepeler. Want daar kan ik... Met FIFA spelen is dat veel fijner dan met een toetsenbord. Dus ja. Kaartprijs normaal. Nou, nee, doe maar hoog. Want dan moeten we tegen de nummer 1. Dus we gaan gewoon een wedstrijd spelen. Het is een thuiswedstrijd. Dus, nou ja. Ze spelen in een opstelling met 1 spits. Oké. Hun vleugelspelers vormen een constante bedreiging. En ze gebruiken zonnedekking. Nou, daar kunnen we wel tegen. Dan zijn we inmiddels al wel een beetje gewend. Dus ik heb ze niet dat het wel goed gaat komen. Laten we maar gewoon gaan spelen. Ik zet even het geluid wat zachter van de game. Dat scheelt dan ook weer. Hoppakee. Nice. Oké. Van der Wiel is aan de bal. En pak die, hou die bal binnen. Goed zo. Suleimani, lekker bezig. Suleimani. En voorzetje. Hoppakee. En bam. Schiet. Ah, jammer. Jammer man, wat staat het geluid steeds hard? Kan ik echt niet goed tegen. Hey, pak die bal. Ja, nee. Onderscheppen. Heb je wel. R. Kom op. Tackle dan. Doe dan. Goed zo. Steekpaasje. Oh, mooi. En doorlopen. En door. Dankjewel. Diepe bal. En afmaken. Lopen. Oh. Oeps. Nee. Direct rood. Shit. Nee. Wie was dat? Pantelic. Nee. Oh. Jee, mug hé. Man, dat was hard. Zo. Twente is echt goed hoor. Twente is heel goed bezig. Maar nu heb ik dus gewoon een gat in mijn aanval. Dus echt even wat minder. Gewoon gaan liggen. Werkt wel. Kom op, heb je... Nee, heb je niet. Jongens, niet zo klooien daar achterin. Gewoon weg met die bal. Hoppakee. En rennen nu. Gewoon er doorheen gaan. Lukt wel. Nee. Jongens. Ah. Oh. Kom op. Uitkomen, keepertje. Lukt wel. Oké. En nu naar voren lopen. Ja. Yeah, nice. Oké. En er boven langs. Ja hoor. Rennen zwaar is. Ja, ik kan hem afmaken. Ik geloof in je. Ja. Oké. Dat is in ieder geval gelukt. Dat maakt die rode kaart een klein beetje goed. Nog steeds niet helemaal. Ik bouw er nog steeds van. Gewoon echt ook in de eerste 10 minuten van het spel. Gewoon direct een rode kaart, weet je. Zo van, hey Marcel. Middelvinger naar jou toe. Hey. Nou moet ik wel zeggen dat hij wel een beetje terecht was. Maar goed. Ik had eigenlijk wel iets netter moeten spelen. Dat is waar. Oké, rennen nu. Suleimani, dankjewel. En lopen van de Zeeuw. Of de Zeeuw, sorry.
Kom op, gooi je dan. Gooi je met die bal. Ja, dankjewel. Oké, en... hij is erdoor, afmaken. Oei, nog een keer. Ah, jammer. Jammer. Die had veel beter moeten. Oh, oeps. Sorry. Ik moet echt veel netter spelen. Maar dat lukt zo moeilijk met dat toetsenbord. Ik heb echt zo snel mogelijk echt zo'n gamepad nodig, hoor. Ik meen het serieus. Die gamepads die zijn veel fijner om FIFA mee te spelen. Maar ja, dat... Als ik het geld er niet voor heb... Dan wordt het een beetje lastig. Ja. Nee, maar dat wordt wel even de allereerste investering in 2015, denk ik, voor Marcel Sai. Oké, weg ermee. Nice, lekker bezig, jongens. Ziet er goed uit. Nou, nu niet meer. Jongens, kom op. Die had je kunnen hebben. En keepertje uitkomen. Oh, nekker dan. Nice. Weg ermee. Wat gebeurde daar? Wie deed wat? Was dat voor mij? Oh, buitenspel. Nice. Lekker bezig, jongens. Hoge bal naar achteren. Heb je. Lekker bezig. En diep. Ja hoor. Nee. Jongens. Hou op. Echt. Ah, oh, ik heb zo'n rot team. Ik heb zo'n ontzettend rot team. Ja, oké. Ja, oh, jammer. Bijna. Oh. Oh, shit. Ik moet echt beter leren spelen. Dit is echt niks zo. Mijn hele team ligt gewoon echt... Gelukkig heb ik een goede keeper. Echt verschrikkelijk. Waar ben ik mee bezig? Met mijn hele team. Weg ermee! Weg! Nee! Oh, gelukkig. Gelukkig. Ik was even bang dat ik een penalty tegen kreeg. Oh, jongens. Hou het leuk. Echt doe normaal. Ah! Nee. Hou op. Dit kan niet. Jongens, waar zijn jullie? Jullie zijn veel beter dan Twente. Ik word hier zo ontzettend boos om. Nee! Wauw. Dat slaat echt nergens op. Die hele spelers die doen echt gewoon helemaal niks meer. Ik heb een gat in mijn aanval. Zo, hoppakee. En hoge bal naar voren. Heb je. En doorlopen. Afmaken. Oh, bijna. Oh. Shame gewoon. Wat een wedstrijd. Nu al. Ik kan van alles zeggen, maar dat deze wedstrijd niet spannend is, dat is niet... Hij scheidt. En bij... Als dat bij mij gebeurde, als ik dat deed, zeg maar, dan gaf je wel een vrije bal voor. Nou, vind ik flauw, hoor. Jemmer. Even kijken naar... wedstrijdoverzicht. Of teammanagement bedoel ik. Suleimani is moe. Kan ik begrijpen. Jij gaat er dan maar gewoon uit. Je hebt een middenvelder. Voor 1-0. Zo. En we gaan verder. Het staat ook gewoon 1-1. Ja. Oh jongens. Pak die bal dan ook verder. Nog. Laat het niet bij gewoon één keer een actie van... Ja, af, bal afpakken. En dan gewoon verder niks meer doen. Keepertje, heb je. Keeper. Is de corner? Ja, shit. Oké, en weg ermee gewoon. Gewoon weg knallen. Nee! Goed zo. Lekker bezig, Stekelenburg. Ziet er goed uit. Ik wil... Die speler. Goed zo. Heb je. Oh, jongens. Zit hem niet zo te klooien daarvoor in. En ook achterin moet je niet zo klooien. Hou die bal bij je.
Kom op zeg. Hey, geef hier. Dit is niet eerlijk. Ik was aan de bal. Dit was niet onze afspraak. Ja, hallo. Nee, die was voor mij. Ja, dankjewel. Zo, hoppakee. En balletje naar voren. Kom op. Jongens, wat is er mis met jullie? Waar hebben jullie gezeten met je hoofd? Ja, hallo. Dit slaat echt nergens op. Die spelers spelen op een of andere manier gewoon niet goed. Ik weet niet wat er mis is, maar... Echt, die spelers die zijn allemaal een beetje... Ja, van ja, nee, geen zin meer, Marcel. Hoppakee, balletje weg. En, ja, kom hier, met die bal. Weg! Goed zo, lekker bezig. Ja, kom op, pak nou die bal! Haal die bal weg! Ja, eindelijk. En nu rennen. Nu rennen, Suarez. Je bent sneller. En afmaken. Lukt je wel. Ja! Hè? Gelukkig. Nou, hoeveel staat het? 2-2. Jongens, even wachten. Ik kom zo meteen bij jullie terug. Oké, ben ik weer. Ja. Het staat 2-2. We gaan weer even verder. Hopelijk lukt het ons nu om het wel tot een goed einde te brengen. Want ik heb het idee dat het ons niet zo heel erg gaat lukken. Meer. 65e minuut en er staat 2-2. Kom op jongens. Dit lukt jullie wel. Ik heb er vertrouwen in. Snel weg ermee. Haal die bal uit het strafschopgebied. Scheidsje staat in de weg. Zo. Oké, rennen. 1-0. Je bent vers in het spel. Dus dit moet lukken. Geef balletje voor. En er staat iemand. Tuurlijk, de gat in de aanval. Die rode kaart van... ja, dankjewel. Die is voor mij. Snel. En een beetje doortikken. Balletje naar voren. Ja, heb je. Oké. Nee! Hou die bal bij je. Hoe moeilijk kan het zijn? Het is gewoon een rond ding. Die moet je gewoon bij je houden. Ja? Weet je wel wat een bal is? Ben je blind of zo? Jemige. Wat hebben die spelers vandaag? Die spelers die zijn gewoon echt in één keer zo van... Hé, Marcel, je kan de pot op. Oké, afmaken. Bijna, jammer. Oh. Dat was not even close. Not even close. Kom op. Goed zo. Bal naar het midden toe. Juist, oké. En tikje door. Oké, en diepte in. Juist. Dit is hem. Afmaken nu. Ja hoor. Bam. Die is binnen. Gelukkig. Nummertje 3. Suarez. Die was echt ontzettend mooi. We zijn er gewoon allemaal langs gekomen. Het boeit me niet wie er in of uit zijn gegaan. Ik wil gewoon winnen. Oké, andere speler graag, dankjewel. Hij wil me gewoon niet de speler geven die ik wil. Kom op, uitkomen. Nee! Dat ging zo goed! Maar dat domme spel geeft mij gewoon niet de speler die ik vraag van hem. Verschrikkelijk. Kom op jongens, dit moet beter. Het staat 83e minuut. 3-3, dit moet echt veel beter. We moeten nu gewoon nog eentje scoren. Ja, binnen die 5 minuten die we nog hebben. Oké, en balletje naar het midden toe. Jammer. Dit is heel erg jammer, dit. Kom op. Heb je niet. Blijf bij hem. Blijf bij je speler. Goed zo. Jongens. Doe nou even normaal. Je ziet toch dat het niet kan als er een speler voor staat. Goed zo. Duik erop af. Lekker. Oké. Balletje naar voren. Ja, oké, heb je. En rennen. Rennen nu. En afmaken. Juist. Oké. Niet al te lang feest vieren. 90ste minuut. We moeten nu die bal weghouden bij ons strafschopgebied. Anders gaat het helemaal mis. Kan ik je nu al vertellen.
Oké, en weg. Nee. Want de keeper die heeft er ook geen zin meer in bij ons. Nee! Kom op, hoe? Hoe dan? Serieus? Kijk Stekelenburg staan. Stekelenburg doet helemaal niks. Kijk hoor. Ja, die staat daar. Oh, gaat de bal langs. Gezellig. Jemige. Oh. Dan heb ik een hekel aan dit spel. Dit is echt verschrikkelijk dit. Niet nog één. Dankjewel. Ja, hou op. Oh, ik heb zo'n hekel aan SC Twente. Jemig. Maar Suarez heeft ze wel alle vier gescoord. Props voor hem. Echt serieus. We hebben het op zich nog redelijk goed gedaan met een rode kaart. Bij onze aanval. Daar ging het echt de fout in. We hadden maar twee aanvallers. En daarvan heeft er dus eentje alweer direct een rode kaart gekregen. Ja. Dat is een beetje jammer. Maar goed, let's go door. Doorgaan. Dan eens even kijken. Dit ziet allemaal goed uit. Ja, Pantelis heeft er natuurlijk niks bij gekregen. Want die heeft amper gespeeld. En die heeft een rode kaart gekregen. Dus ja. Nou, gaan we door. Even kijken. We hebben 376.000 bij. Dat is relaxed. Keepers training, positietraining. Het trainingsonderdeel is met succes doorlopen. Oké. Keepers training, vaardigheidstraining. Je spelers hebben goed gepresteerd op dit trainingsonderdeel. Vergeet niet hun vermoeidheid in de gaten te houden. Komt helemaal goed. We gaan door. Oh, we moeten tegen FC Groningen. Volgende wedstrijd. Nice. Oké. Ik ben nu even benieuwd naar hoe het zit met die rode kaart. Want die mag natuurlijk niet meedoen. Dat snap ik zelf ook wel. Die rode kaart die moet eruit. Nu. Ik heb één reserve speler nog. Gaan we voor Cvitanić. Dan maar. Misschien een iets minder goede speler, maar dat maakt niet uit. Die rode kaart die kunnen we echt niet gebruiken nu. Dus nou ja. Stekelenburg is hartstikke moe. Shit. Nou, dat is mijn andere keeper natuurlijk ook hartstikke moe. Andere keepers. Behalve Vermeer. Vermeer die is nog in goede vorm. Oké. Ja. Het is echt... Oh, dit wordt echt zo vervelend dit. Iedereen was natuurlijk... Die keepers zijn natuurlijk vermoeid door die twee keeperstrainingen die ze hebben gehad. Waarom dan Vermeer in één keer niet echt vermoeid is? Ik zou het niet weten. Jongens. Hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Ik vond het weer mooi. We gaan even opstaan nog. Ja, druk op het duimpje omhoog voor onze gelijkspel. Druk op het knopje abonneren en het knopje delen kan allemaal onderaan deze video. En dan zie ik jullie de volgende aflevering gewoon weer terug, waarin wij tegen FC Groningen gaan spelen. Ik heb er zin in. Bedankt voor het kijken en tot later.